Eerst en vooral welkom aan iedereen hier voor onze nieuwe geste dat wij zullen doen of proberen te doen in kader van onze Constant van den Stok Foundation. C'est très beau. Moi, chaque fois que je vois ça, je suis ému. Et donc, je cède bien volontiers la parole à Philippe. Merci, voilà. Président. De belles spéles pour vous, mais ouais, Proximus est une des campagnes et nous avons parlé de Constant van den Stok Foundation pour la peste. Et dans notre cas, nous avons parlé de cyberpesten. Een belangrijk aandachtspunt voor Proximus is. Sponsor zijn van een club van Anderlecht is niet gewoon. Die visibility die je kan hebben, het is niet gewoon mensen uitnodigen op matchen. Het is ook samen iets doen in de bedoeling van het verbeteren van de society. Om de samenleving te verbeteren. En dus, ik ben wel blij te horen dat in onze volgende waves een paar spelers, dus die in oktober gaat plaatsvinden, een paar spelers van Anderlecht, samen met onze collega's in de scholen zullen gaan om dat boodschap, zeg nee tegen het pesten, ook aan die leerlingen zullen passeren. Het is een mooi project en het is een heel concrete samenwerking tussen RSCA, Constant van den Stok Foundation en Proximus. Waarvoor dank, voorzitter. Voilà.